Dit weekend is het wedstrijd bij de hondenclub De Sloeber uit Kontig bij Antwerpen. Een indrukwekkende vertoning, want er worden niet minder dan 1300 honden verwacht. Deze huisdieren worden getest op agility, wat staat voor behendigheid. Ondanks het feit dat het een wedstrijd genoemd wordt, verloopt alles in uitzonderlijk ontspannen sfeer. Tijdens de agility-testen zie je weinig of geen negatieve reacties van de baasjes. Maar anderzijds, presteren de honden naar behoren, dan worden ze uitgebreid en liefdevol geknuffeld. Het is wedstrijd, dus wordt er gecontroleerd op diverse items. Met allerlei specifieke tekens worden fouten en weigeringen van honden doorgegeven aan het secretariaat. En natuurlijk worden ook de rentijden opgenomen. En zoals het hoort, worden alle resultaten netjes bijgehouden op het uitslagenbord. Met 1300 honden zijn uiteraard de meeste rassen vertegenwoordigd. En vanzelfsprekend zijn er daarbij soms gigantische verschillen. Zo is voor bepaalde rassen het agility gebeuren eerder een must dan een plezier. Maar meestal is het net andersom. Veruit de meeste soorten honden lopen zich letterlijk en figuurlijk te pletter voor hun begeleider. Dat zijn de echte werkers. Zo worden ze in het vakjargon genoemd. Je mag al. Welke rassen zijn het best geschikt voor agility? Eigenlijk is het zo dat alle rassen geschikt zijn om agility te doen. Maar bijvoorbeeld voor de kleinere rassen, zoals jij een hondje hebt, de Yorkske bijvoorbeeld, is het zo dat wij een wipplank hebben en dat die voor het gewicht dan niet snel genoeg naar beneden gaat. Eigenlijk wel om recreatief agility te doen, maar niet om wedstrijdgebonden dan meer agility. Alhoewel er wel Yorkske bijvoorbeeld zijn die wedstrijden lopen. De grotere rassen is het zo dat het nogal gevaarlijk is om te doen, om de toestellen te nemen en ook qua structuur, qua bouw van de hond, dat het te gevaarlijk is om kwetsures op te lopen en maagkantelingen en zo komen dan wel meer voor. Hondenclub De Sloeber is met zijn 800 leden een vrij grote en vooral actieve club. Er heerst steeds een gezonde bedrijvigheid met onder andere diverse trainingssessies, gehoorzaamheids- en agilityweekends. Diverse clubs uit binnen en zelfs uit het buitenland zijn hier vandaag bij elkaar om op een sportieve manier te strijden voor de eer. Om de 2 jaar ligt de organisatie bij De Sloeber. Om de honden niet te storen of te beïnvloeden, zijn de juryleden zo onopvallend mogelijk opgesteld langs en op het parcours. Ze worden meestal gerecruiteerd uit andere clubs. 2 dagen zijn ze fulltime aan de bak. Voor hen komt het hobbyplezier eveneens op de eerste plaats. Ze hebben een degelijke opleiding achter de rug en men kan ze zonder meer gebreveteerde juryleden noemen. De meeste honden willen echt goed presteren voor zichzelf en vooral voor hun baasje. Dat brengt mee dat ze soms een tikkeltje te ongeduldig zijn en zo onnodig in de fout gaan. Dan krijgen ze wel eens een blaam, maar daar blijft het meestal bij. Kunst is om ze qua concentratie en temperament op het juiste niveau te brengen. Hoeveel graden zijn er? Het wedstrijdgebeuren wordt ingedeeld in 3 graden. De eerste graad is voor de beginnende wedstrijdspelers. Als je dan een aantal keren een bepaald aantal scores gehaald hebt, mag men overgaan naar de 2e graad. En zo is ook hetzelfde systeem om naar de 3e graad te gaan. De graden zijn dan ook nog eens ingedeeld in groottes. Dus we hebben kleine hondjes, grote hondjes en large honden eigenlijk. Alhoewel ongeveer alle rassen geschikt zijn om aan agility of behendigheid te doen, zijn er toch enkele soorten
die net iets meer geschikt zijn dan de anderen. Vooral de Borders en de Aussies zijn geboren kunstenaars. Coachen is allerminst een gemakkelijke klus, want de honden mogen geen fouten maken, mogen zeker niet weigeren om een bepaald traject te lopen en dit alles tegen de snelst mogelijke tijd. Terwijl de honden aan een razendsnel tempo het parcours afwerken, houden ze ook nog hun baasje scherp in het oog voor de juiste bevelen. Dit vereist intense concentratie en wederzijds goede communicatie. Als je dat niet mee gewoond hebt, maar de rossen werken zeker met Alhoewel begeleider en hond samen hun uiterste best doen om uitstekend te presteren, gaat het soms toch even mis. Er kan immers bijzonder veel verkeerd gaan. Hier gaat de hond zelfs tot 3 maal toe in de fout, omdat niet gestart wordt aan het eerste paaltje. Het is niet zo dat het dier alleen faalt. Ook het baasje kan even het noorden kwijt zijn. Er moet gewoon een vlotte samenwerking zijn met het blindelingsvertrouwen. De begeleider moet vooral zelf de kalmte bewaren. Af en toe wordt de verkeerde hindernis genomen. Dan volgt een berisping, maar dat valt al bij al wel mee. Roepen en tieren heeft geen enkele zin. En agressie is al helemaal uit de boze. Hoe gaat de jury te werk? Op een wedstrijd gebeuren is het zo dat men een vast en een jumping parcours loopt. Een vast parcours is zoals men misschien al gezien heeft, waar de toestellen instaan met de raakvlakken. En een jumping parcours is het gebeuren dus als er geen raakvlaktoestellen instaan. De jurering gebeurt vooral ten eerste op de fouten en de weigeringen die een hond maakt terwijl hij een parcours aan het lopen is. En wat heel belangrijk is dan zeker voor de gevorderde wedstrijdspeler, is de tijd. Daar lopen ze dan, de zonderlingen. Mensen die niet vertrouwd zijn met het agility gebeuren, zullen hierbij wellicht de wenkbrauwen fronsen. Deze begeleiders doen inderdaad op zijn minst gezegd een beetje raar, zo komt het toch over. Maar let op, het heeft allemaal wel zijn functie en doel. De baasjes bereiden zichzelf immers voor op het komende parcours. De hindernissen moeten gememoriseerd worden, opdat ze later de juiste richtlijnen kunnen doorgeven aan het troeteldier. Heel wat dierenliefhebbers komen van erg ver om dit weekend behendigheid te demonstreren. Het is dan ook niet onlogisch dat ze zorgen voor een goedkope overnachting in tent of caravan. Agility is trouwens een vrij sociaal gebeuren, zonder veel franjes of capsones. Dus een weekend leven in een tent samen met hun geliefde vierpoter, het is eerder een gewoonte dan een uitzondering. Het zijn toch dierenvrienden bij uitstek, niet? En vanzelfsprekend zijn er de onvermijdelijke en ook broodnodige winkeltjes. Bij gebrek aan een of ander attribuut moet het toch snel kunnen aangekocht worden. Handelaars spelen hier graag op in. Verkoper en koper vinden elkaar zonder enige moeite. Opvallend is ook dat vrij veel vrouwen aan agility doen. Wel jonge vrouwen. Dat heeft natuurlijk zijn reden.
Agility vraagt van het baasje immers een goede fysieke conditie. De begeleider moet op tijd op de juiste plaats zijn om de nodige instructie aan de hond te kunnen doorgeven. Er moet dus stevig kunnen gelopen worden, ook door het baasje. Zap, u wordt gefilmd. Spring, u wordt gefilmd. Wat de organisatie steeds bijzonder zwaar maakt voor de sloeber, is de catering op het parcours. Zorgen dat enkele honderden mensen aan spijs en drank komen voor liefst 2 volle dagen, is geen sinecure. De hondenclub moet telkens opnieuw voldoende medewerkers vinden om alle kraampjes te bevolken. Geen eenvoudige opdracht. En toch heeft de sloeber dit weer eens voor elkaar gebracht. Hopelijk blijft dat zo, want een happening als deze valt of staat volledig met het aantal medewerkers. Voor ons, buitenstaanders, was het een bijzonder leuke en vooral leerrijke ervaring om de sloeber in volle actie te kunnen zien. Wat ons bijzonder getroffen heeft, is de veelal geslaagde coördinatie bij mens en dier. De mens begeleidt en het dier voert feilloos uit. Maar wat nog veel intenser en dieper raakt, is de onvoorwaardelijke vriendschap en het blindelings vertrouwen tussen hond en baasje. Deze haast perfecte combinatie. Bijzonder mooi om naar te kijken.